Willem Bart, wat vind jij van het initiatief de Buma NL Awards? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Het is voor mij de eerste keer dat ik erbij ben, dat ik genomineerd ben. En ja, ik vind het heel, heel spannend. Dus ja, leuk. Ja, een hoop mensen, heel veel bekende gezichten. Dus ja, ik laat het maar op me afkomen. Verwacht je dat dit vaker gaat voorkomen, die awardshow? Ik hoop het wel natuurlijk. Ik ben gewoon druk bezig, continu met nieuwe nummers. Mijn nieuwe album is net 3 weken uit. Gaat heel goed, er staan ook hele leuke liedjes op. Ik ben alweer stiekem bezig met nieuwe liedjes voor het vervolg, voor weer een nieuw album of een nieuwe single. Ik weet het niet, ik hoop het. Ik hoop dat ik volgend jaar er weer bij ben. Ik probeer gewoon zoveel plezier in de muziek te beleven. Dat is het belangrijkste. Zolang als je er maar plezier in houdt en dan maar gewoon kijken hoe ver dat je komt. Het is gewoon heel moeilijk. Je moet heel veel geluk hebben. Er zijn op dit moment heel veel artiesten die zingen het Nederlandstalige lied. Het is moeilijk om jezelf te onderscheiden van de rest. En dat is ook wel een punt wat heel erg belangrijk is, vind ik. Om jezelf toch een klein beetje te onderscheiden van de rest.